En welkom bij deze nieuwe video. Aanstaande zondag is het Valentijnsdag. Dus ik dacht, ik ga een leuke Valentijns make-up look maken voor alle mensen die Valentijn vieren. Dus voor alle getrouwde mensen, de verloofde mensen, mensen met gewoon een relatie of whatever. Misschien ben je nog in de datingfase en vier je ook Valentijn samen. Deze video is voor jullie, speciaal voor jullie. En voor de mensen die single zijn zoals mij en geen Valentijn hebben en het dus ook niet vieren. Whatever, wij hebben elkaar, dus wij kunnen deze look gewoon gebruiken voor whatever reason. Elk jaar maak ik zo een Valentijns make-up look. Elk jaar heb ik weer geen Valentijn, maar elk jaar maak ik gewoon weer die look, speciaal voor jullie. Dus dit jaar ook weer. Ik heb jullie ook gevraagd op Instagram of jullie een dramatische look willen zien of een soft look. Jullie hebben gekozen voor een meer soft look, dus dat is ook de soort look die ik vandaag ga maken. En het is dus vandaag gericht op Valentijn, maar in principe je kunt de look gebruiken voor elke gelegenheid waar jij hem gewoon geschikt voor vindt. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Mensen, gisteren is mijn nagel afgebroken. Oh my god, super lelijk. Oké, ik ga vandaag beginnen met mijn gezichtsmake-up en dan pas mijn ogen. Ik heb nog helemaal geen make-up op. Ik heb alleen maar mijn dagcreme aangebracht. De dagcreme die ik altijd gebruik is mijn Clay & Glow Moisturizer. Die is echt al bijna op, zoals je kunt zien. Oeh, dit flesje matcht echt perfect met mijn hele roze vibe that's going on. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Ik wil een beetje gaan voor toch wel een beetje een glowy, naturel gezichtsmake-upje. Dus ik ga mijn gezicht primen met mijn MAC Strobe Cream. Dit is de kleine versie. Die is echt super klein. Ik weet niet eens hoeveel hierin zit. Oh, maar 6 ml. Dus deze ga ik aanbrengen over mijn hele gezicht. Want dan heb ik een mooie glans onder mijn make-up. En ik breng gewoon best wel veel aan. Je kunt gewoon lekker veel aanbrengen. Want we gaan toch alles bedekken met make-up zometeen. Ik ben wel heel benieuwd of mensen echt actief Valentijn vieren. Zijn er hier mensen die echt elk jaar actief Valentijn vieren? Of heb ik ook mensen hier die gewoon iets hebben van, nou, ik vier het echt totaal niet. Ik vind het gewoon allemaal onzin. Want sommige mensen vinden het gewoon echt onzin en vinden het gewoon commercieel, et cetera. Dus ik ben heel benieuwd of jullie het vieren of niet. Ik persoonlijk zou het wel vieren als ik een Valentijn zou hebben gehad. Ik laat geen enkele gelegenheid voorbij gaan dat ik een cadeautje kan krijgen, dus... ik haal alles eruit. Als foundation gebruik ik mijn Catrice True Skin Foundation. Deze heb ik in de kleur 039 Warm Olive. En die breng ik dan aan over mijn hele gezicht. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie gaan doen met Valentijn. Want nou met corona en zo is altijd alles dicht. En ja, normaal ging altijd gewoon iedereen uit eten en zo. Maar ja, dat kan nou niet, want de horeca is dicht. Ik weet nog, toen ik nog werkte als serveerster, altijd met Valentijn was het altijd al volgeboekt. Like 2 weken van tevoren. Dus echt iedereen gaat altijd massaal uit eten en zo. Dat zou ik ook hebben gedaan. Dat is echt zo'n cliché Valentijns date. Dus ik ben benieuwd, wat gaat nou iedereen doen? Wat mij leuk zou lijken is dan om gewoon een soort van uit eten te gaan in huis of zo. Dat je gewoon lekker eten bestelt en het gewoon leuk en romantisch maakt en zo. Dat zou ik persoonlijk denk ik hebben gedaan. Dat lijkt mij wel leuk. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Of buiten picknicken of zo. Maar het is een beetje koud. Dus ik weet niet of het echt het beste weer is om buiten te gaan picknicken. Als concealer gebruik ik mijn Elf Cosmetics concealer in de kleur Medium Sand. Hij heet medium, maar hij is niet medium. Het is gewoon echt een hele lichte kleur. Dus let op als je deze concealer koopt, pak echt de goede kleur, want de kleuren lijken allemaal zo licht. Als je de hydrating versie van deze concealer koopt, daar is dat niet. Dus daar, als je daar medium kleur pakt, is die ook echt medium. Dus dat is een handige tip, mocht je deze concealer willen. Ik vind de originele gewoon fijn. Ik vind de hydrating niet zo fijn, want die ging helemaal creasen en zo. Als poeder gebruik ik mijn Elf Halo Glow Poeder. Die vind ik echt super, super fijn. Die geeft ook een hele zachte glow over mijn hele gezicht. En dat vind ik heel mooi met vooral de soft look waar ik vandaag voor ga. Ik ga vandaag voor een soft look, maar het is wel gewoon een glam look. Het is een beetje een soft glam look. Dus wel gewoon wat make-up. Het is niet een everyday, alledaags snel make-up lookje. Het is wel gewoon een glam look, maar gewoon heel soft. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Dat is ook echt een soft look die ik echt zou dragen met Valentijn. Oh mensen, mijn huid ziet er echt geweldig uit. I love it. Ik ga ook mijn neus en mijn gezicht contouren. Ik moet altijd contouren. Ik kan niet zonder contouren, maar je kunt deze stap in principe ook overslaan. Dit is mijn Revolution paletje en ik gebruik deze kleur hier. Als ik mijn neus niet contour, is mijn look gewoon niet af. Ik moet echt altijd mijn neus contouren.
En dan mijn Max & Mo Fixing Spray om alles mooi in elkaar te laten smelten. Jongens, dit is mijn laatste Max & Mo Fixing Spray en de actions zijn dicht. Dus als die op is, heb ik gewoon geen mogelijkheid meer om er eentje te kopen. Dus ik hoop dat de actions weer open gaan voordat deze spray op is. En als die op is, voordat de action open is, ja, dan bestel ik gewoon weer mijn MAC Fix Plus. Want MAC Fix Plus heeft hetzelfde effect. Dit is gewoon een dupe van de MAC Fix Plus. Dus als je deze nou niet kunt halen, haal gewoon MAC Fix Plus. Die kost een stuk meer, maar heeft hetzelfde effect. Voordat de Max & Mo spray er überhaupt was, gebruikte ik altijd MAC Fix Plus voor deze stap. Oké, jongens, dan ga ik voor nu eventjes stoppen met mijn gezicht en ik ga beginnen aan de ooglook. Als paletje gebruik ik mijn Beauty Bay X Nikki Tutorials paletje. Als je hem ziet, is het een best wel vrij heftig paletje en ik zou vandaag een soft look maken. Dus jullie hebben nou misschien iets van, Sarah, is dit een geschikt paletje voor een soft make-up look? Jazeker, je kunt hiermee echt een soft look maken en die ga ik jullie laten zien. Ik heb volgens mij tot nu toe alleen maar heftige looks gemaakt met dit paletje, geen enkel soft lookje. Dus het leek me wel leuk om dit paletje te gebruiken voor een soft look. Dus mocht je dit paletje ook hebben of hem willen halen, ik raad hem sowieso aan. Dus als je aan het twijfelen bent om hem te halen, ik raad hem zeker aan. Het is echt een heel fijn paletje. En ik ga dus vandaag een soft look hiermee laten zien. Dan heb je weer een beetje inspiratie. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Nou, daar zijn we dan lekker ingezoomd op mijn gezicht. Ik ga beginnen met deze lichte matte kleur hier. Die heet Zomer. Die ga ik aanbrengen met echt een hele grote fluffy kwast. Deze is van BH Cosmetics. Maar ik kan niet meer zien welke kwast dit is, want er staat niks meer op. Maar het is in ieder geval een hele grote fluffy kwast. En dan ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de matte roze kleur hier. Die heet Bend & Snap. Die kleur breng ik aan met een iets kleinere fluffy kwast. Deze is van Zoeva nummer 228. En die kleur breng ik dan ook zo aan in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. Om het gewoon een beetje roze te maken. Ik heb ook een hele video gemaakt over dit paletje. Dus als je een volledige review wilt zien erover, bekijk dan even die video. Dan ga ik voor de rode matte kleur Mikai. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. En dan die kleur een beetje blenden bij de randen met de fluffy kwast die ik net ook heb gebruikt. Ik heb geen kleur er meer mee opgepakt. Dan pak ik deze roze glanzende kleur, Roxy Catan. En die kleur ga ik aanbrengen ook over mijn hele ooglid. Kijk wat een prachtige glanzende kleur dit is. Oh my god. Dan doe ik even een nude oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. Deze is van Benefit. En dan breng ik alle matte kleuren van net ook aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze wit geglanzende kleur Ivy. En die kleur breng ik aan in de binnenste ooghoek. Mensen, I love it. Kijk ook helemaal die glans ook. Ik vind het echt een mooie ooglook. Als mascara gebruik ik deze H&M mascara. Dit is de Everyday Drama mascara. En als nep wimpers gebruik ik de wimpers van mijn eigen wimpelcollectie in samenwerking met Booty Shop in de stijl Fabulous. Die ga ik even aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug en dan gaan we verder met de gezichtsmake-up. Daar ben ik weer, wimpers zitten erop, dus de ooglook is helemaal af. Ik ga nou verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen, want het is echt toe aan bronzen. Ik gebruik mijn Benefit Hoola Caramel Bronzer. Deze is echt amazing. Als blush gebruik ik een van mijn fave oldschool blushes, Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Is echt een prachtige glanzende blushkleur. I love it. Zo, en dan ook een beetje blush op de neus, want dan is het alsof je een beetje bloost. Als highlighter gebruik ik deze Mini Becca Highlighter in de kleur Moonstone. Hele mooie highlighter. En dan voor de lippen een van mijn fave roze nude lip combo's. Ik heb hier een MAC lippotloodje in de kleur Soar. En deze lipstick van Clarins. Dit is de Jolie Rouge Velvet Lipstick in de kleur 753V. Is een hele mooie roze nude. Ik ga toch veranderen. Ik ga niet die lipstick aanbrengen. Ik ga deze matte liquid lipstick aanbrengen van Kylie Cosmetics in de kleur Candy K. Ik wil toch gaan voor een matte liquid lipstick. Want het is Valentijn en je bent met je man. En dan wil je gewoon dat je lipstick goed blijft zitten. En dan als laatste als setting spray om alles mooi te laten zitten voor de hele dag gebruik ik mijn Urban Decay All Nighter Glowy Setting Spray. Ik gebruik de glowy versie, want ik vind het mooier als mijn gezicht zo'n mooie glow krijgt. Oké, en dan zijn we klaar. Dit was dan de look, de Valentijns 2021 make-up look. Nou,
Jongens, ik ben zo blij met hoe deze make-up look is gegaan. Het is gewoon helemaal goed gegaan. I love it. Ik vind dat ik er echt heel mooi uitzie met deze make-up look. Dit is ook echt een soft look die ik zal opdoen. Een soft glam look. Let me know wat je vindt van de make-up. Laat het me weten beneden in de reacties. Is dit een look die jij zou dragen? Of vind je het alsnog too much? Of misschien niet genoeg dat jij juist nog meer zou willen? Glitters en alles en een cut crease of whatever. Maar dit is echt een soft glam look die ik zou dragen. En ik denk een heleboel van jullie ook. Dus laat me jullie mening horen beneden in de reacties. Want ik vind het altijd heel leuk om ook van jullie te horen. Dus ja, dit was het dan. Dit was de 2021 Valentijn make-up look. Ik weet niet of ik nog andere Valentijns looks ga maken. Maar als ik ze ga maken, dan plaats ik ze op mijn Instagram. Hier op mijn kanaal komt echt alleen maar deze look speciaal gericht op Valentijn. Voor alle mensen die het gaan vieren, ik wens jullie allemaal een super super leuke, gezellige en vooral romantische dag. En voor alle singles, wij hebben elkaar. Denk gewoon aan elkaar. Geef elkaar een knuffel, een virtuele knuffel. Geef me een virtuele knuffel. Knuffel jongens. Niet getreurd, wij vinden ook nog wel onze soulmate. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!